U kijk naar het weerjournaal van Weerplaza. Van het zuiden uit trokken vandaag buien het land in met een wisselende intensiteit. In de loop van de dag werden de buien feller, met name in het noordoosten van het land. En daar zit ook onweer bij. Die buien blijven ons voorlopig nog wel parten spelen. Kijken we naar de satellietfoto, dan kunnen we dat ook wel een klein beetje aantonen. Veel bewolking in onze omgeving. Nederland ligt in het midden van de kaart. En we moeten kijken naar het gebied ten zuidwesten van ons land. Daar vinden we iets meer opklaringen. En die opklaringen komen heel geleidelijk aan onze kant op. Maar het gaat zeker niet Snel en het duurt ook nog wel even voor we ervan gaan profiteren. In de avond nog buien met onweer in het noordoosten. In de rest van het land is de onweerskans veel minder groot en in het zuidwesten heel voorzichtig een paar. Opklaringjes. Die opklaringen winnen wat aan terrein in de nacht. Het wordt in het binnenland ook vaker droog, kan wel nevelig zijn. Minimumtemperaturen tussen 9 en 11 graden. Dan beginnen we morgen nog met vrij veel bewolking, een beetje buiig weerbeeld, maar in de loop van de dag wordt het van het zuidwesten uit droger en begint de zon ook beter door te breken. Temperaturen blijven wel achter, het wordt slechts 17 graden, en dat is aan de frisse kant. Maar die temperaturen gaan de dagen daarna wel vlot omhoog. Want vrijdag zitten we al aan 22 graden. Zaterdag komen we boven de 25 graden uit, en ook zondag nog waarden tussen de 21 en 26 graden, met vooral zondag wel een paar regen- en onweersbuien. En de grote vraag is: wat gaat de warmte daarna doen? De onzekerheid is tamelijk groot, maar maandag, dinsdag en woensdag hebben we grote kans op waarden boven de 25 graden, en misschien zelfs wel boven de 30 graden. Maar nogmaals, de onzekerheid erin is heel groot en we zullen de komende dagen scherp in de gaten moeten houden wat ervan terechtkomt. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl